Shoreline. Een programma van Zwarte Water FM in samenspraak met UFO Meldpunt Nederland. Gesprekken met wetenschappers, getuigen en ingewijden wereldwijd over de raadsels van het universum, de laatste ontwikkelingen rondom het UFO-fenomeen, de speurtocht naar het buitenaards leven en meer. Samenstelling en presentatie: Erwin Noorman en Jan Blij. Tja, we zijn er weer, Erwin. Ja, ik ben hier naartoe gewaaid. Jij dan? Ja. Heb jij dat een beetje overleefd, Dudley? We zitten tussen Dudley en Eunice zitten we nou in. Ja, het is gelukkig even een beetje rust op dit moment. Nou, ik zag vanavond een filmpje van een veerbootje bij Hamburg. Met van die panoramaruiten voorin. En die mensen die zaten er ook. En dan komt er in één keer een golf door die panorama. Ja. En toen dacht ik van, wat gebeurt er met die... Met vliegtuigen weten we het wel, dat is ook een link. Maar wat gebeurt er met UFO's, UAP's in de storm of wat dan ook? Ja, kunnen die wel haakse bocht in de storm maken bijvoorbeeld? Oh ja, ze zitten in een anti-gravity bubbel toch, heb ik begrepen. Nee, we moeten er geen grapje van maken. We gaan dus even, ook met die jingle, we gaan er weer een mooi uur van maken. De actualiteit, heet van de pers. Wat is booming en waar vinden we dat nieuws? Hebben wij Bram Rosa aan de telefoon? Jazeker, Jan en Erwin. Ik bedoel, goed dat jullie er weer zijn. Nou, fijn dat jij er ook in bent. Het is ons een waar genoegen. Het is ons ook een waar genoegen, Bram, hoor. Helemaal. En ik heb begrepen dat jij heel mooi groot nieuws hebt. Ik heb heel mooi groot nieuws, maar ik begin eventjes met normaal nieuws. Ik zal er even heel snel doorheen gaan. Ja, oké. Senator Kirsten Gillibrand, degene aan wie we de nieuwe Amerikaanse wet te danken hebben voor meer officieel onderzoek naar UFO's of het UAP-fenomeen, zat afgelopen woensdag bij een hoorzitting met de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie in Amerika en legde daar het vuur aan zijn schenen. Want deze Robert Storch, dus een soort van inspecteur die kijkt of alles wel volgens de regels gaat en zo, en in dit geval dus bij Defensie, die wist helemaal niets van het UFO en UAP-probleem. En toen senator Gillibrand eisend vroeg aan hem of hij zich zou willen inlezen de komende tijd over dit verhaal, kon hij niets anders zeggen dan een schamper yes ma'am. En dat was echt prachtig. Dus dat zette wel de toon weer. Maar wist hij echt niks, of deed hij gewoon net alsof? Nee, hij leek er echt niet ingelezen te zijn. Dus ik denk, het was wel een klein beetje een blunder, ja. Okay. Maar Gillibrand ging er wel bovenop, heb ik begrepen. Die zat er bovenop. Ja, die zat er echt helemaal bovenop. Ze eisten meer dingen dan dat ze echt dingen vroeg. Dus ja, dat was echt... Go Gilly. Zeker. Dat is geen vrouw om zonder handschoenen aan te pakken. Nee. Okay. Maar we moeten verder, want er is ook documentaire nieuws. Jee. En voordat we beginnen met mijn nieuws, waar jullie op zitten te wachten natuurlijk, kan ik vertellen dat de Discovery Plus, de streamingdienst, die komt met een documentaire over Betty en Barney Hill. Oh ja. En dat waren dus de eerste mensen waarvan bekend waren dat ze ontvoerd waren door aliens. Dat claimden ze. Mm. En dat kwam ook naar buiten met heel veel regressietherapie. Maar dat was in de jaren 60. En toen was er nog helemaal niks over bekend. En sindsdien zijn er in dat patroon van Betty Barney Hill zijn dus heel veel mensen naar buiten gekomen met precies diezelfde soort symptomen. Mm. Dus dat kan nog wel eens een... Het is leuk dat we dat nu weer oprakelen, in ieder geval. Discovery Plus. Plus, hè? Discovery Streaming. Plus. Streaming. Ja, mooi. Klopt, ja. Nou, dat is mooi. Gaan we kijken. En is dat een trailer van te zien, Bram? Ja, er is een trailer van te zien. Die kan je gewoon, opsnorren. Volgens mij is het gewoon de Betty en Barney Hill story of zo. Ja, oké. Helder. En om het nieuws natuurlijk te uitsmijteren, hebben we binnenkort de allereerste lange Nederlandse documentaire over UFO's. En dat is de UFO's van Soesterberg. En deze documentaire belicht een indrukwekkende UFO-waarneming uit 1979, waarvan waarschijnlijk heel veel luisteraars al wel zoiets hebben van, daar heb ik wel eens wat van vernomen. Dat ging namelijk om een 12-tal militairen op voormalig vliegbasis Soesterberg. Die zagen dus met z'n allen een enorme zwart driehoek over de basis glijden. En in deze documentaire komen ook nog
een aantal andere even zo vreemde encounters, close encounters, aan bod in diezelfde omgeving in de Koude Oorlog. Dus rond diezelfde tijd. En de documentaire is al helemaal geschoten, maar voor de afwerking is nog wat steun nodig. En je kan dus meewerken aan deze documentaire via een kleine donatie op soesterbergufo.nl. Dus dat is soesterbergufo.nl. Dat was hem. Een crowdfunding, Bram. Het is een crowdfundingcampagne, ja. Nou, op hoeveel procent zit je nou? Ja, we zitten nu op 75% van de 15.000 euro. Ja, dus dat klinkt als een hele hoop geld, maar voor een film is dat eigenlijk, valt het best wel mee. Ja. Maar we hebben nog ongeveer 5.000 piek nodig. Oké, goed. Nou, een oproep aan iedereen die luistert. Om in ieder geval een kleine bijdrage of een grote bijdrage mag natuurlijk ook, om die te storten. Zeker. Lijkt me helemaal te gek. Is niet jouw eerste documentaire toch, Bram, of wel? Nee, ik heb zo'n 3 jaar geleden een documentaire gemaakt over de Johnsons. Dat was een Nederlandse nederhorror. En die documentaire heet Xangadix Lives. En dat is nog meer niche als UFO. Dus ik hoop dat we hiermee iets meer bezoekers gaan trekken. Ja. Beter. Goed. Nou. Als ik me trouwens goed herinner, Bram, maar er heeft in de Quest een keer een artikel staan dat Soesterberg de UFO-hotspot van Nederland is, toch? Ja. Een aantal meldingen ook, hè? Ook qua aantal meldingen inderdaad. Maar ook, wat voor ons dan weer belangrijk is, ook qua close encounters. Want ik heb op zich nu in Nederland heb ik best wel wat close encounters kunnen vinden. Mm-hmm. Maar die dichtheid die toch in die omgeving van Soesterberg, Zeist, dat is toch een raar iets. Dat daar toch een dichtheid van is. Ik durf te wedden dat iets met kernwapens te maken heeft. Maar goed, we zullen het zien. Moet Aviloop daar niet zo'n nieuw systeem ergens op de daken monteren waarmee hij de hemel in de gaten kan houden? Heel goed idee. Nou ja, ik zat eigenlijk over na te denken dat we misschien zelf wel gewoon een klein systeempje ergens... Nog een keer een crowdfunding gaan beginnen binnenkort. Ja, gaat helemaal de goede kant op. Mooi. Bram Rosa, dankjewel jongen. Ja, dankjewel. Daar heb ik aan zin. Yo. Gast van de week. Opzienbarend en spraakmakend. De diepte in. Een gesprek onder vier ogen. Ja, luisteraars, daar gaan wij deze week. Onze gast van de week, Frederik de Lare uit België. Hij richtte het UFO-meldpunt België op en publiceerde een boek over UFO's in België en Nederland. Frederik, goedenavond. Goedenavond. Frederik, fijn dat je onze gast wilt zijn in deze show. Ja, heel graag gedaan. Frederik, eerst even over jezelf. Vertel iets over jezelf en hoe jij in aanraking bent gekomen met dat hele UFO-gebeuren. Ja, wel, dat is al een heel tijdje geleden. Ik denk dat 1996 moet geweest zijn. En ik ging met mijn grootvader naar de bibliotheek hier in België. En ik was net als hem in de boeken aan het snuisteren. En op een gegeven moment zag ik een boek, De UFO-saga van Julien Weverberg. Weverberg heeft ondertussen, ik denk, 5-6 boeken over UFO's neergepend. Ja. En ik las dat boek als jonge knaap. Ik was toen 14 jaar. En ik was meteen heel gefascineerd door wat die man allemaal schreef. En vooral ook door het feit dat blijkbaar, want dat wist ik niet als jong manneke natuurlijk, ook in België UFO's werden waargenomen. Ja. En ik vond dat heel fascinerend. En op de achterkant, de laatste pagina's van dat boek, stonden een aantal verenigingen, Belgische UFO-verenigingen. En ik ben die mensen beginnen aanschrijven, ook om lid te worden van die groeperingen en zo. En zo ben ik er een beetje in de grond, zeg maar, toen. Ja. Ja, dus Weverberg was in feite de eerste aanraking met... Dat met het fenomeen. Ja, hij staat ook bij ons in de boekenkast natuurlijk. Hij leeft nog altijd, toch, Julien Weverberg? Ik denk het wel, normaal gezien wel. Ja, ik heb hem een aantal jaren geleden terug ontmoet bij hem thuis. Maar ik denk dat zal ondertussen ook al meer dan 5 jaar geleden zijn. Ja. Ja. Maar die moet wel een stuk in de 90 zijn, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ben Erwin Norman. Goedenavond. Wanneer ben je begonnen met UFO-meldpunt? In 2004 ergens? 2007 zijn we gestart met het meldpunt. Omdat er toen ik met UFO's begon, ook bijvoorbeeld in de jaren 90, waren er heel veel UFO-verenigingen in België, kleine UFO-clubjes. En die kregen ook meldingen binnen toen, maar daar gebeurde weinig of niks mee eigenlijk. Mm-hmm. En toen vond ik het wel een goed idee om een meldpunt op te richten, een centraal meldpunt, om die meldingen ook effectief ging gaan onderzoeken. Dat we iets mee deden, dat we de mensen konden helpen aan een verklaring. En ik ben toen aan tafel gaan zitten met Wim van Utrecht, van de Antwerpse studiegroep Celestia. En toen zijn
zijn we tot een overeenkomst gekomen van kijk, we gaan het Belgisch UFO-meldpunt oprichten. Ja. En je had een wetenschappelijke insteek, hè? Ja, absoluut, inderdaad. We willen dus proberen om al die meldingen zoveel mogelijk te verklaren. Dat is een beetje ons doel ook. Hè. Omdat veel mensen ja, zien toch vreemde dingen. Er is een fenomeen, hè, dus dat kunnen we niet ontkennen. Hm. En ik denk dat het in de eerste plaats nodig is om die dingen proberen te verklaren. Maar uiteraard moeten we toegeven dat we niet alles kunnen verklaren. Dat niet, nee. Hmm. Frederik, hoe heb jij een team om je heen verzameld die de dingen onderzoekt, zeg maar? Ja, we zijn met een viertal mensen momenteel bij het meldpunt. Dus niet zo'n grote organisatie, zeg maar. Maar een van die mensen bijvoorbeeld is iemand die zelf ooit iets heeft waargenomen. Uh-huh. Die ging gaan jagen, samen met zijn zoon mee. En die zag op een gegeven moment een heel vreemd lichtpunt, zeg maar, dat zich eigenaardig gedroeg. Het vloog eerst rechtlijnig en week toen van de baan af. En we hebben die melding toen in de tijd onderzocht. En die man ja, vond dat we wel leuke dingen deden, dat we wel goed werk leverden. En toen heeft hij gezegd van kijk, ik wil graag een steentje bijdragen naar het meldpunt. En vandaar dat hij nu een van de medewerkers is. Ja, ja. Nou is België, dat heeft een rijk verleden wat waarnemingen betreft. Wat mij gelijk in het oog sprong natuurlijk waren de meldingen rond 89, 90, 91 met de driehoeken. Hoe kijk jij naar die jaren? Wat is daar gebeurd in jouw opinie? Ja, als ik heel eerlijk moet zijn, als ik alle data naast elkaar leg van die UFO-hoofd, dan weet ik het zelf ook niet. Mm-hmm. Dat moet ik grof toegeven. En de aantal van die meldingen zijn wel te verklaren. Er zijn een aantal dingen die verward zijn met vliegtuigen. Ook enkele planeten zijn toen voor UFO aanzien. Mm-hmm. Maar als we echt de harkezen voor wat de eerste nacht is gebeurd, dat kunnen we nog altijd niet verklaren. Nee. Nee. En wordt er nog over gesproken in België? Ja, toch wel. Regelmatig. Als het zo'n beetje een jubileum is, zeg maar, 20 jaar, 25 jaar geleden, dan komt het wel terug in de media natuurlijk. En het is ook moeilijk nu natuurlijk na zoveel jaren na datum om nu nog dingen te kunnen verklaren ook uit die golven. Maar ik ben er wel van overtuigd van, mocht er nu zo'n golf plaatsvinden, dan zou die er helemaal anders uitzien. Want tegenwoordig was bewijsmateriaal, fotomateriaal en video, ja, die was heel zeldzaam. Terwijl we nu iedereen loopt met de smartphone rond. Ja. Dan zouden we veel meer bewijs hebben en misschien ook vlugger kunnen verklaren. Dat weet ik niet. Ook de informatie zou heel vlug circuleren, de meldingen. Ik denk dat wel, ja. Ja. Nou hebben wij een geschiedenis met het UFO-fenomeen vanaf, laten we dan maar zeggen, 70, 75 jaar geleden dat het met Roswell een beetje begon. Eerder waren er natuurlijk ook meldingen. We zijn nu op een punt aanbeland het afgelopen jaar waarvan heel veel mensen zeggen van dit is wel een kantelpunt in het bestuderen van het fenomeen. Hoe kijk jij daarnaar? Goh, ik heb daar toch mijn twijfels over, omdat het natuurlijk niet de eerste keer is bijvoorbeeld dat documenten worden vrijgegeven, dat de Amerikaanse luchtmacht wat open is. In zoverre dat ze dat doen natuurlijk. En dat is altijd de vraag hoe eerlijk ze zijn met het uitbrengen van informatie. Mm-hmm. Dus ja, ik wacht af. Het zou wel goed zijn natuurlijk. Hè. Mocht er een zekere wetenschappelijke aandacht komen voor het fenomeen, dat zou zeker en vast iets positiefs zijn, zeg maar. Ja, want heeft de Belgische overheid ooit iets uitgebracht? Ja, Frankrijk had Cometa bijvoorbeeld. Engeland bracht dingen in het openbaar, de Verenigde Staten nu ook. Had België ook zoiets, een overheid die daar openheid over gaf? Ja, dus één keer tijdens de Belgische UFO-golf is er een rapport, het rapport Lambrecht, uitgekomen. Maar met daarin ook het feit, de conclusie zeg maar, dat ze niet wisten wat die driehoeken boven ons land waren destijds. Ja. Dus voor zover ik weet is er maar één keer zo'n officieel document verschenen. Ja, ja, oké. Okay. Dat ging dan enkel over de UFO-golf natuurlijk. Ja, het document van de Belgische luchtmacht heeft natuurlijk uitgebreid onderzoek gedaan. En generaal Major de Brouwer heeft destijds gezegd, ik kan u wel zeggen wat het niet was, maar kan u niet zeggen wat het wel was. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Mm. Ja, tot op heden weten we het niet. We kunnen een deel van de meldingen kunnen we wel verklaren achteraf. Mm. Maar natuurlijk niet alles. Ja. Er waren er ook zoveel natuurlijk. Jij hebt dat boek gepubliceerd, Frederik. UFO's in België en Nederland. Hoe heb je dat aangepakt en welke cases heb je onderzocht?
Ja, er zijn er een aantal in. Bijvoorbeeld één geval uit Nederland, wat nog altijd onze aandacht eist, zeg maar. En dat is een geval uit Bunde, waarbij een man aan het joggen was. En op een gegeven moment, die stopt om zijn zweet van zijn voorhoofd te vegen. Die kijkt op en die ziet een typische vliegende schotel, zeg maar. Die is een schotelvormig toestel met raampjes in, zelfs. Boven het Julianekanaal, dacht ik, vliegen. En het vroeg heel traag voorbij. Ik kon er naast wandelen een tijdje. Ja. Is er toen ook onder gaan staan. Dus heeft een op een drietal meter afstand van de schotel kunnen kijken. Dat is heel dichtbij. En toen is... Ja, inderdaad. Dat vonden we heel fascinerend. En ja, een tijdje later is de schotel verder weggevlogen en dan plots in één klap de hoogte in aan een heel hoge snelheid. Mm-hmm. En dat is zo'n een voorval wat me altijd is bijgebleven, want we zijn ook twee keer bij die man langs geweest in de tijd. Ja. We hebben die geïnterviewd en die zag er heel, alleen die klonk ook heel oprecht, zeg maar. Ja. Dus die man moet dat echt wel beleefd hebben. In die zin, en dat valt een beetje op met die close encounters dat we soms binnenkrijgen, dat er slechts één getuige was. Ja. Dat er ook geen bewijsmateriaal is voor die melding. Want we zijn toen speciaal in de omgeving allemaal oproepen tot getuigen gaan posten bij mensen in de hoop dat er iemand zou reageren. Ook in een plaatselijke krant hebben een oproep geplaatst. Mm-hmm. Maar we hebben geen andere meldingen binnengekregen van iets gelijkaardigs. Ja, ja. Want hoeveel casussen heb je behandeld in het boek? Goh, dat kan ik nu niet van buiten zeggen. Het zullen er een aantal, ja, misschien een stuk of 5 of 10 kan ik niet trekken. Maar echt allemaal wel interessante casussen ook natuurlijk. Ja, inderdaad. Toch ja. Wel, ja. Maar ook voor de meesten ook wel een verklaring gevonden. Ja, inderdaad. Maar er is een hoofdstuk in het boek voorzien van de onverklaarde meldingen. Ja. Maar dat laten we dan natuurlijk open wat daar de oorzaak van kan zijn. Ja. Een groot deel in het boek zijn natuurlijk ook de UFO's die terugkomen. Wat zijn nu die UFO's die mensen waarnemen? En de meest courante verklaringen voor UFO's, zeg maar. Ja. Nou. Ja. Als je zou moeten speculeren, waar UFO's nou voor staan, wat zou jouw verklaring zijn? Buitenaards of een andere verklaring? Of... Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Hmm. Ik ben geen aanhanger van het buitenaardse hypothese, zeg maar. Ja, okay. Omdat ik vind, wanneer je zo'n uitspraak doet, dan moet je dat kunnen staven met hard bewijsmateriaal. En tot op heden heb ik persoonlijk dat nog niet, ben ik dat nog niet tegengekomen. Ik sluit het natuurlijk nooit uit. Hè. Maar als het niet buitenaards zou zijn, wat zou het dan kunnen zijn voor je? Ja, nee, ik heb geen idee. Nee, heel, heel moeilijke vraag, omdat het is ook een heel, heel complex fenomeen. Ik weet of niet of je het met één oorzaak kunt gaan verklaren. Buitendimensioneel of buiten tijds kunnen zijn? Dat zou eventueel kunnen, maar dat vind ik ook al een straffe uitspraak natuurlijk. Hè. Ja, dat is En Frederik, is het fenomeen jou altijd zo blijven boeien als vanaf het begin, zeg maar? Dat je met Julian Wevenberg in aanraking kwam en echt heel enthousiast werd. Heb je dat enthousiasme kunnen bewaren in de loop van de jaren? Ja, toch wel. Ik ben wel heel kritischer geworden in de loop der jaren. Ik moet zeggen, toen ik begon met het UFO-fenomeen was ik nogal zoekende. Hè. Ik wist niet goed pro, contra. Hè. En toen ben ik toch wel eerder die contra-kant op gaan hellen. Maar ik ben geen radicale scepticus, zeg maar. Nee. Ik probeer alles zo neutraal mogelijk te verklaren, mm-hmm. te benaderen, met als doelstelling die dingen proberen te verklaren. Ik denk, als je dat niet doet, als je het mysterie levendig houdt, dat geeft ook niemand geen baat bij, denk ik dan. Nee, dus ik denk dat het beter is om te proberen die dingen er te gaan uitfilteren. En wat we overhouden, zijn dat die harde cases, zeg maar. En dat interesseert ons geweldig, natuurlijk. En we hebben nu op de jaren ook al een aantal 1000 meldingen binnengekregen. Maar er zit heel veel patch tussen, heel veel simpel te verklaren meldingen. Ja, en we zijn vooral op zoek naar die 1 of 2% van spectaculaire gevallen die ook wetenschappelijk heel interessant kunnen zijn. Ja. En als je dan die video's ziet van de Amerikaanse marine, hè, van de USS Nimitz, mm-hmm. en dat soort dingen, hebben die ook bekeken? Ja, absoluut. Okay. Ja, wat is jouw indruk daarvan dan? Wel, ik heb toen ook het onderzoek daarnaar gezien van Mick West, een Amerikaanse scepticus. En ik denk wel dat hij er redelijk dichtbij zit met zijn verklaringen toch wel. Mm. Ik kan toch een aantal dingen aantonen die toch wel heel goed lijken op wat op die beelden te zien is. Ja, terwijl hij weer belicht wordt door meneer Leto, hè? Dat is een voormalig piloot, die weerlegt weer heel veel dingen van Mick West. Ja. Ja. Ja.
Dat klopt inderdaad, ja. Ja. Maar ik hou me vooral bezig met wat hier in België gebeurt natuurlijk. Ah, ja. Hè. Ja. Want ik heb het ook geleerd in het verleden, toen ik dus toen ik begon met het fenomeen met die groeperingen in contact kwam. Toen zeiden ze van het beste wat je kan doen is bij de bron zelf, bij de waarnemer, gaan aankloppen. Want ja. Dan heb je de informatie uit de eerste hand natuurlijk. Mm-hmm. Mm-hmm. En we moeten altijd oppassen met dingen die in de media komen, ook van de Verenigde Staten, in hoeverre dat allemaal wel correct is natuurlijk. Ja, dat is wel. Jij bent van het echte veldwerk ook. Ja, absoluut. Ja, ja. Hey, Frederik, nog een vraag. Van, hoe reageert jouw omgeving op jouw passie voor dit fenomeen? Goh, mijn directe omgeving, ja, mijn vrouw die wist dat toen ze me leerde kennen, dat ik heel gepassioneerd was door het fenomeen. Ja. Ik heb ook mijn eigen plaats hier in huis met een duizendtal boeken, dus ja, ze weet wel, ja, als ik me daarin in terugtrek, dat is mijn leefwereld, zeg maar. Hè. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook wel collega's die weten dat ik met het fenomeen bezig is. Ja. En ik moet zeggen dat dat tamelijk positief onthaald wordt. Beter dan in het begin. Hmm. Ja, want mijn ouders stonden toen in der tijd heel kritisch daar tegenover. Die zeiden van waar jij nu mee bezighouden eigenlijk. Dus ze vonden dat allemaal onzin. Ja. Maar nu komt het meer in de media en kunnen we ook uitleggen waarover het gaat. Een aantal meldingen kunnen we verklaren, we kunnen Jels verklaren. En nu beginnen ze toch steeds meer te aanvaarden. Ja. Maar word jij ook benaderd door de Belgische media wanneer er iets speelt? Ja, dan ben jij toch de spokesperson, zeg maar, die ze benaderen om de uitleg over te geven? Een beetje toch, ja. Ja, dat is toch mooi? Ja, absoluut. Ja. Ja. We vinden het wel fijn dat ze de aandacht geven aan het fenomeen ook. Ja. En in een positieve zin, dat het niet in het belachelijke wordt getrokken. Ja. Zoals in de jaren 70 bijvoorbeeld. Ik heb krantenknipsels waar ze echt gaan afschilderen als zijnde hekken. En dat doen ze nu niet meer. Nee. Komt er nog een volgend boek, Frederik? Ja hoor, we zijn momenteel de laatste gang aan het leggen. Kijk, ook een nieuw jeugdboek. Een jeugdboek. Alsjeblieft. Een jeugdboek, ja. Dan gaan we de jeugd een beetje proberen te overtuigen om zich met UFO's bezig te houden. Ah. Omdat ja, het is iets voor 14-jarigen. Dus de leeftijd waarop ik begonnen ben met UFO's. Ja. En ook mijn collega Wim van Utrecht. Ja. En we hebben samen de handen in elkaar geslagen en willen nu een informatief boek over UFO's schrijven voor jongeren. Okay. En we hopen dat tegen het einde van het jaar in de winkel ligt. Oh, einde van het jaar. Nou, dan beloof ik je nu alvast dat wij tegen het einde van het jaar bij jou terugkomen. Daar gaan we nog een keer willen. Fantastisch. Lijkt me helemaal goed. Heel fijn. Heb je contact met het Nederlands UFO-meldpunt? We hadden net Bram Roos aan de telefoon. Ja, heb je contact mee? Ja, inderdaad. Dat is niet zo heel vaak. Mm-hmm. Sporadisch. Als er meldingen zijn uit Nederland, dat er vragen zijn, of wij krijgen een binnen uit Nederland, dan wisselen we wel wat informatie uit met elkaar. Ja. Die samenwerking verloopt heel vlot, ja. Zijn er verschillen tussen Belgische en Nederlandse meldingen? Of komt er wel in grote lijnen overeen? Ja, toch wel. Ik vind het wel dat er veel gelijkenissen zijn tussen al die meldingen. Toch wel. Ja. 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 Nou, moet je nog iets melden, Frederik, waarvan je denkt van dat moet ik er nog even aan toevoegen? Goh, ik denk het niet meteen. Nee. Ben je ook actief op Facebook en op Twitter en gebruik je alle sociale media? Ja, dat hebben we ook. We hebben een Twitterpagina en een Facebook-account ook, een Facebookpagina. Ja. Dus daar plaatsen we ook alle meldingen op. Ja. Ook alle video's die we binnenkrijgen, die zetten we telkens op onze website. Goed. En we hebben een YouTube-kanaal dat mensen ook kunnen volgen. Dus goed. We delen alle informatie die we hebben. Mooi. Ja. We zijn toch een beetje gelijk. We spreken dezelfde taal in allerlei opzichten. Helemaal goed. Absoluut wel. Ja, nou Erwin, dit is Frederik. Moeten we nog iets weten van Frederik? Ja, heb je zelf ooit een UFO gezien? Oh ja! Ja, toen ik een jonge knaap was, het was ook rond de 14, 15 jaar dacht ik, mm-hmm. heb ik ooit een driehoekige UFO gezien. De typische Belgische UFO, zeg maar. Yeah. Maar ik zag toen plots knipperlichtjes verschijnen en ik realiseerde me toen dat het een vliegtuig was. Oh, okay. Dus het was een beetje een ontgoocheling. Ja. Maar wat ik ook wel geleerd heb toen, een beetje leerschool, van als je echt iets wil zien, dan kun je soms dingen zien die er eigenlijk niet zijn. Ja, dat was zo'n beetje mijn idee, want ik was toch helemaal ook fan van de X-Files die op tv was. En ik zat helemaal in de ban. Maar het was een opluchtering, zeg maar. Het was spijtig natuurlijk, hè, dat het maar een vliegtuig was. Wie weet wat jou nog gaat overkomen in dit verband. You never know. Inderdaad. Nou, dankjewel Frederik. Ja, fijn dat je onze gast wilde zijn en we komen ongetwijfeld bij je terug. Oké, dat is prima. Fijn. Dankjewel. Goeie week verder. Tot later.
Shoreline. Over boeken en auteurs. Filosoof, theoloog en schrijver Theater Smedes. Over publicaties die je gelezen moet hebben. Riders on the storm. Hallo Tedde. Oh, jongens. Tedde, goedenavond. Hey, goedenavond Jan en Erwin. Ja, ben je weer helemaal lekker fit, Tedde? Ja, ik ben, ik moet wel zeggen, het is, ja, het, ik ben wel fit, maar het was de afgelopen twee weken, was wel, bij ons thuis in ieder geval, ja, waren we ook aan de corona. Ook en dan, aan de corona. Niet aan dat schuimende biertje, maar aan, aan het andere geval. Ja, eerst de kinderen en ja, mijn vrouw die heeft helemaal niks gehad. En ja. Ik heb er een week, een dikke week mee geworsteld. Het was snip en snip verkouden en dat ging maar niet weg. Oké. Okay. Omikron. Dat die vrouwen daar geen last van krijgen, want ik had het ook in november. En mijn vrouw die kreeg het ook niet van mij over, dus ik snap daar helemaal niks van. Nee, mijn twee kinderen hebben het gehad. En dus en mevrouw die was wel elke keer wat snotterig. Dus die heeft iedere keer zelftesten gedaan. En iedere keer niet, was ze negatief. En op een gegeven moment moest mijn dochter, die moest naar de GGD getest worden. Ze zei, ik ga mee en dan laat ik me ook testen. Ja. Maar dan weten we het zeker. En dan kwam ze ook negatief, kwam ze eruit. Mijn dochter was positief. Ja, dus toen zeiden we van, ja, blijkbaar, ja, heb jij dus blijkbaar iets dat je niet hebt. Het gekke is, zij werkt in het Radboud UMC en ze heeft heel veel collega's. En die hebben allemaal hetzelfde. Die hebben allemaal thuis, het hele gezin heeft het. En er is één iemand van het gezin die het niet krijgt. Okay. Dus dat is wel, heel raar. Is wel bijzonder, hoor. Mijn vrouw die werkt in het Isola ziekenhuis in Zwolle. En die heeft op dit moment ook heel veel collega's die ook met corona klachten of in quarantaine thuis zitten. Mm. Ja. Ik werk in Bethesda ziekenhuis. Maar... Je hebt nergens last van gehad natuurlijk. Ik heb er nooit ergens last van gehad. Ik heb ook met coronapatiënten aan tafel gezeten. Tedde, we gaan volgende week met jou uitgebreid praten over dit boek. Maar eventjes, het zit er bijna aan te komen. Ja, het zit er bijna aan te komen. De persberichten zijn gisteren de deur uitgedaan door de uitgever. En ik heb vandaag ook nog weer wat mensen aangeschreven. Want ja, je moet natuurlijk wel zelf wat met de PR doen. Uitgeverijen is langzamerhand doen niet alles meer. Dus je moet zelf ook wel flink aan de bel trekken. En als het alles mee zit, ligt het boek. We zijn misschien niet alleen. Ligt dan 2 maart in de winkels. Kijk, dat is mooi. Dat is heel snel. Nou, hartstikke mooi. Maar we gaan nu iets anders doen. Want jij hebt aangekondigd dat je wilt praten over Valais. Ja, nou kijk, ik zit nog elke keer af en toe te kijken zo van ja, komt er nog wat nieuws uit? Nou, aantal nieuwe boeken, dat is nog niet om over naar huis te schrijven. Ik hoop dat dat op een gegeven moment wat gaat veranderen. Ja. In ieder geval dit jaar. Ik hoop dat er ook weer wat meer nieuwe literatuur komt naar aanleiding van dat gedoe in Amerika. Maar ja, dat moeten we nog even afwachten. Dus ik zit nu toch nog steeds een beetje ook naar de oude literatuur te kijken. En daar is natuurlijk, daar zijn ontzettend veel mooie pareltjes in te vinden. Mm-hmm. En eigenlijk is dit boek van Valais, want waar ik nu eigenlijk op doe, is eigenlijk zijn grote doorbraak in de UFO-wereld. En dat was met het boek Passport to Magonia. Ja, ja. Dat was echt zijn grote doorbraak eigenlijk in het hele UFO-wereldje, want dat was zo'n apart boek. Dat had zo'n vreemd onderwerp. De ondertitel is Van folklore naar flying saucers, naar vliegende schotels, want zo heette die ding in de jaren 60 nog. Het boek kwam in 1969 uit, in de VS. Mm-hmm. En ja, wat hij hier doet, is eigenlijk zeggen, hij was zelf toen al met mensen als Hynek en dergelijke heel druk bezig al die Amerikaanse UFO-gevallen te onderzoeken. Ja. Daar zat hij zelf bovenop. Er staan ook zat van die beschrijvingen in het boek zelf. Maar waar hij, terwijl, ja, je hebt in de UFO-larij, zeg maar, heb je mensen die helemaal into the nuts and bolts zijn. Die zeggen, ja, UFO's, dat zijn metalen schepen die rondvliegen, die met boutjes en moertjes aan elkaar zitten. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen, nou, we weten het nog zo net niet. We denken dat er ook een sterke mentale of psychische of geestelijke, of hoe je het ook maar noemt, dimensie aan zit. Okay. Nou, daar raakten we de vorige keer natuurlijk ook al aan. Want toen had ik dat boek van Kelleher en die andere meneer over dat Skinwalker verhaal. En mm-hmm. dat is heel interessant dat je ook daar weer ziet dat het...
ja, eigenlijk het fysieke en het mentale komen daar bij elkaar op een heel raadselachtige manier. En ja. Vallée is degene die daar met dit boek, Passport to Magonia, eigenlijk de doorbraak mee heeft geforceerd. Want hij zegt, wat we nu vandaag de dag zien met die vliegende schotels, is eigenlijk helemaal niks anders dan wat ze zeg maar in de 18e en 19e eeuw in bijvoorbeeld de Keltische landen onder elfjes en al dat soort zaken meer waarnamen. En waar bijvoorbeeld in de christelijke middeleeuwen de vliegende heiligen, maar ook de heksenverbrandingen, al dat soort zaken meer. Er is een folkloristisch element in onze cultuur, zegt Vallée, en dat is nooit weg geweest. En dat zie je nu weer helemaal terugkomen met die belangstelling voor flying saucers. Er zijn heel veel, het boek staat er bol van, overeenkomsten tussen ja, die verhalen over vliegende schotels en ontmoetingen met bijvoorbeeld elfjes. Mm-hmm. Een van de prachtige verhalen, vind ik zelf in dat boek, is dat dat verhaal beschrijf ik ook in mijn eigen boek trouwens. Dat is het verhaal van die meneer Symington. Die zat op een ochtend thuis en dan hoort hij op een gegeven moment in zijn tuin een geluid. Dat is in 1961. En hij gaat kijken en dan ziet hij daar in één keer een schotel staan. Mm-hmm. En een grote glimmende schotel. En hij loopt naar buiten en hij ziet dat daar drie mannen, er zit een soort klep open. En er zijn drie mannen zijn daar bezig. Eén heeft een soort van een soort van beker. Houdt hij vast. En die zegt niks, maar die gebaart zo naar meneer Symington dat er wat in moet. Nou, weet Symington van, er zal wel iets van water zo in moeten. Dus hij loopt naar binnen en haalt een beker water, die vult hij uit de kraan, komt terug. En dan ziet hij dat een van die andere mannen, die staat achter een soort oven. Die werkt niet op gas, er zit geen vlammen in, maar hij ziet dat die man koekjes aan het bakken is. Dus hij zit in een vliegende schotel, staat een man koekjes te bakken. En daar wijst hij naar. En die drie mannen die hebben dus door wat hij bedoelt. En die geven hem drie van die koekjes. En dan loopt hij dus mee weg. En dan ziet hij dus dat die klep dicht gaat en de schotel stijgt op. En onder een bulderend geraas vliegt dat ding met een rotgang weg. Yes. En daar staat meneer Symington met zijn koekjes. Nou, ja. Die heeft hij netjes afgeleverd bij de autoriteiten. Mm-hmm. En hij heeft eerst even geproefd. En hij zei van smaak naar karton. Mm-hmm. En toen heeft hij dus geproefd. En toen heeft hij ze dus afgeleverd bij de autoriteiten. Want hij vond het toch wel heel eigenaardig, dat vliegende schotelverhaal. En ja, die autoriteiten die hebben dus die koekjes onderzocht. En die kwamen er dus achter dat het inderdaad een tamelijk smakeloos mengsel was. Het waren een soort pannenkoekenachtige. Maar ja, er zat niks buiten aard, zeg maar, aan. Nee. Nou ja, dat is een totaal absurd verhaal. Mm-hmm. Dat vind ik dus ook zo geweldig. Want hier heb je dus ook nog, ja, zeg maar, een soort bewijsmateriaal, kun je bijna zeggen, die koekjes. Maar ook het absurde ervan, zegt Vallée, dat is nu eigenlijk precies wat je ook vaak in die folkloristische verhalen terug ziet komen. Ja, ja. En daar zit de overeenkomst. Je ziet ook dat bijvoorbeeld in heel veel van die elfenverhalen speelt voedsel ook een hele belangrijke rol. Het uitwisselen van voedsel. Bij elfen mag je eigenlijk het voedsel als mens niet nuttigen. Want dan ben je eigenlijk verdoemd om in dat elfenrijk te blijven. Mm-hmm. Dus er zit altijd een soort ook van taboe omheen. En dat zegt Vallée, dat zie je dus ook in het verhaal van die Symington dus weer terugkomen. Ja, en dus eigenlijk zegt Vallée, is dat hele vliegende schotelverhaal is eigenlijk een hele moderne folklore. En dat moeten we onderzoeken, want wat folklore onderzoekers vroeger hadden, waren alleen verhalen die vaak van generatie op generatie werden verteld. Maar betekent het dan dat het fenomeen zich ook aanpast aan de tijdsgeest, zeg maar? Dat is wat Vallée dus zegt. Het past zich aan de tijd. En hij zegt dus ook, we weten dus uiteindelijk niet wat het is. Maar de nuts and bolts benadering, die vindt hij dus eigenlijk heel eenzijdig. Want hij zegt van, daarmee missen we een heel groot deel van het verhaal. Namelijk dat folkloristisch element, wat dus eigenlijk duidt op toch weer die invloed van ons bewustzijn. Van onze geest op dat hele UFO-fenomeen. En dat zie je dus nu ook weer terugkomen. Dat zie je dus bij dat Skinwalker Ranch-verhaal. Maar dat zie je dus nu ook terugkomen. Dus bij dus de verhalen van de Nimitz Encounter, van die piloot die dus zegt van ja, ik had het gevoel dat ze wisten wat ik ging doen. Dat ze wisten waar we naartoe moeten. Ze konden mijn gedachten lezen. Ja. En ook dus nu, nou ja, wellicht dus met de verhalen van mensen ja, die dus op een of andere manier hersenbeschadigingen hebben of wat dan ook maar. Het menselijke lichaam en de menselijke geest is betrokken op een of andere manier bij dit hele UFO-fenomeen. Ja, want heeft Carl Jung daar ook niet over geschreven?
Ja, alleen Van Lee die heeft toch een... Kijk, Jung die verklaart het volledig psychologisch. Die zegt, die zegt op een gegeven moment wel van... Ja, er zit ook wel een psychische of een fysieke component aan... maar daar worstelt Jung heel erg mee. Daar, weet hij niet echt heel erg raad mee. Van Lee die raakt, dat vond ik heel opvallend... die raakt in het boek helemaal niet aan die theorieën van Jung. Dat, het is alsof hij... Ik weet niet of hij er niks van wist... Of dat hij gewoon zoiets had van, ja, die benadering, die wil ik eigenlijk, die kant wil ik niet op. Hij raakt daar niet aan. Hij gaat echt helemaal te raden bij de antropologen en bij de folkloreonderzoekers. Van de... En ja, dan komt hij met al die boeiende raakvlakken, boeiende overeenkomsten tussen die verhalen. En ja, het boek staat vol, helemaal bol. Het is nog niet eens zo'n heel dik boek. Het is 170 pagina's in totaal. Maar het staat bol van ja, echt fantastische verhalen. Het, ja, het is het ook in een Nederlands taalgebied verschenen, of niet? Nee, helaas niet. Nee, dit soort boeken. Er zijn wel een aantal boeken van Van Lee in het Nederlands verschenen. Ja. Dat was ook in de jaren 70. Ja. Maar dit boek helaas niet. En dat vind ik echt heel jammer. Hij heeft ook op een gegeven moment een paar jaar geleden met een andere medewerker er nog een vervolg op geschreven. Dat vond ik iets minder interessant. Daar komen nog wel weer wat meer verhalen naar voren. Maar uit het verleden. Maar ja, dit boek dat is gewoon heel goed geschreven. Dat is veel meer allemaal verschillende gevallen die aan elkaar geregeld worden. Dat is dit boek ook wel. Maar tegelijkertijd zit er ook een wat meer een verhalende lijn doorheen. Goed. Wat het boek gewoon nu nog steeds, ook vandaag de dag, nog echt heel erg leuk maakt. Het is een aanrader, zeg jij nog altijd. Zat er ook nog een soort religieuze component doorheen? Met een soort afterlife, een hel, een hemel, een paradijs, iets in die geest? Nee, nou kijk, waar dus dat Magonia, waar dus de titel naar verwijst, dat zou dus een dat komt dus uit een christelijk verhaal, zegt Van Lee. Waar Magonia als een soort hemelrijk wordt beschreven. Waar sommige mensen mee naartoe worden genomen. Vandaar ook die associatie met UFO's, die dan ook zeg maar in vliegende schotels mensen meenemen. Dus er zit wel een religieuze component aan. Ik had ook, moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb het boek nu voor het eerst echt helemaal gelezen. Ik had verwacht dat hij daar dieper op zou ingaan. En dat doet hij in dit boek namelijk niet. Hij raakt bijvoorbeeld wel aan die Fatima verschijningen in 1917. Maar ik had verwacht van, oh, daar vertelt hij nog wat meer over. Maar dat doet hij dus niet. Dus het religieuze, dat laat hij een beetje achterwege. Hè. Dus dat is toch wel iets waarvan je zegt van, nou, daar moeten we nog eens wat meer onderzoek naar doen. Ja, want Van Lee is ook altijd op die lijn blijven zitten? Ja, volgens mij wel. Hij is op een gegeven moment wel meer in de richting gegaan van dat het hele UFO-fenomeen ook een soort manipulatief systeem is. En hij weet dan niet van wie, of er een regering achter zit, of dat er eventueel multidimensionale wezens achter zit, of misschien zelfs buitenaardse wezens. Dat laatste vond hij eigenlijk nog wel een beetje het minst waarschijnlijke, heb ik de indruk. Maar die kant is hij wat meer op gegaan. En dat komt in dit boek ook wel wat naar voren, want het is wel... hij zegt van wat zowel de vliegende schotels als dat folklore gemeenschappelijk hebben, is dat het gaat om verhalen die mensen naar boven laten kijken. Yeah. Er is meer tussen hemel en aarde. Dat is wat al die verhalen voortdurend laten zeggen. Yeah. Maar dat is eigenlijk de enige conclusie, echt de harde conclusie die hij trekt. Want hij krijgt er niet echt de vinger achter. Hij zegt ook van er moet veel meer onderzoek naar gedaan worden om werkelijk er een vinger achter te krijgen. Maar ook vandaag de dag, denk ik, is nog steeds zijn opinie dat we niet weten wat erachter zit. Maar hij is wel meer de richting opgegaan dat het een soort manipulatief systeem is. Dat een soort doel heeft. Maar wat dat doel precies is en wat het precies probeert te doen, ja, dat is voor hem ook nog steeds een raadsel. Nou, wie weet ook wat de kwantummechanica nog voor nieuwe inzichten gaat brengen wat dit betreft. Ja, we weten het niet. Maar wat ik wel heel interessant vind, ik begin me steeds meer bewust te worden van inderdaad dat idee dat ook nu ook, kijk, al die Amerikaanse onderzoeken die gaan puur over de nuts en bolts. Die gaan puur over de techniek, over de technologie die nodig is om die dingen te ontdekken. Maar ook de techniek die achter de dingen zelf zit. Van hoe vliegen die dingen, hoe kunnen die de zwaartekracht beïnvloeden, et cetera. Dus het gaat om de techniek. Maar om de verhalen die ontstaan door de ontmoeting met die techniek, dat is waar Van Lee op wijst. Van wat doen die dingen met mensen? Wat zijn de verhalen die mensen naar aanleiding van hun ontmoeting met die dingen vertellen? Daar hebben wij het ook al een keer eerder over gehad. Die Theo Meder van het Matters Instituut, die heeft met die graancirkelverhalen hetzelfde gedaan. Ja. Nou, dat spoor, zie je eigenlijk heel weinig terugkomen in de hele ufolarij. Dat
En dat is jammer. Dat is, dat komt ook een beetje doordat in onze cultuur natuurlijk de geesteswetenschappen niet zo'n hele denderende naam hebben. Mm. Dus de natuurwetenschappen zijn harde wetenschappen, die leveren data op. Zo schrijven de journalisten erover en zo kijken wij ook vaak er tegenaan. Van Lee die geeft eigenlijk hier een heel stevig pleidooi voor een geesteswetenschappelijke benadering van het hele UFO-fenomeen. Van kijk ook echt naar de verhalen die de mensen vertellen die dingen gezien hebben. En dan gaat het dus niet alleen om die dingen zelf, om de UFO's, om de eventueel buitenaardse, maar het gaat ook om van wat hebben die dingen met die mensen die het vertellen gedaan? Waarom zijn die mensen enthousiast? Waarom voelen die mensen zich aangesproken, geraakt of wat dan ook maar? Dat is misschien ook wel een hele belangrijke component van het hele UFO-verhaal. Het mooi, blijft een mooi, aanrader. Mooi, we moeten ermee kappen, jongen. Want als jij praat, dan zitten we vannacht om 3 uur nog. Dan gaan we niet doen. We gaan doen. Dan gaan we volgende week gaan we dat doen. Terde, dank je wel voor je bijdrage. Heel graag gedaan. En tot volgende week. Het gaat dus om Passport to Magonia van Jacques Vallée, was het? Dat was yes. Hartstikke Jacques goed. Jacques Vallée. Dank je wel, Terde. Zeg succes nog en tot volgende week. Yo. Doeg.
Shoreline. U denkt dat geen vreemde zaken het luchtruim boven Nederland worden waargenomen. Dat is een vergissing. Luister naar De Ooggetuigen. We hebben vanavond weer twee gasten in deze uitzending. Ik praat met Adrie Lamkamp uit Ede. Adrie, goedenavond. Goedenavond, hallo. Adrie, ja, fijn dat je er bent. Jij hebt ook melding gedaan van iets wat jij niet kon verklaren. Ja, dat klopt. Ja. Vertel eens, wat heb jij gezien? Nou, het was ongeveer 's morgens vroeg, rond een uur of kwart over zeven, half acht. En ja, ik zit dan op een appartementencomplex. Ik zit op de vierde verdieping. Dus ik kijk best wel ver weg, zeg maar. En ja, ik zit gewoon een broodje te eten en wat thee. En ik zie in één keer een gele, felle bol licht. Zie ik hangen in de lucht. Nou, en ik denk eerst nog van, misschien is het een lichtbol of zoiets. Misschien door het leger of zo afgeschoten. En op een gegeven moment ging het steeds hoger en het ging naar beneden. En het ging heel langzaam, langzaam van zijn plek af. En toen dacht ik van, ja, dat is wel heel erg raar. Toen dacht ik eerst nog aan een helikopter. En toen dacht ik van, nou, laat ik toch maar even mijn verrekijker pakken. En toen heb ik mijn verrekijker gepakt. En toen hield het felle licht hield op. En toen ging het over in een wat blauwig licht. En toen zag ik in één keer dat het twee lampen waren. En toen ging het ontzettend hoog. En op een gegeven moment ging het alle kanten opschokken. En toen ben ik het uit gezichtsveld verloren. Dus, Jij woont in de buurt van een militair oefenterrein? Ja, de Ginkelse Heide en de Edese Heide. Dat zijn oefenterreinen van de luchtmobiele brigade. Mm-hmm. En die oefenen s'avonds wel eens met lichtkogels schieten ze af om het kamp te verlichten. En ze vliegen ook heel vaak met helikopters. Ja. Dus dat was mijn eerste gedachtegang. Maar goed, met dat soort lichten heb jij ervaring? Ja, daar heb ik veel ervaring mee. En ook met vliegtuigen. Ik ben veel met luchtmachtdagen en zo. Dus ik weet heel veel van vliegtuigen af. Ja. En dit was echt geen vliegtuig, dat weet ik 100% zeker. Dus, 's ochtends vroeg? Ja. Nooit een verklaring gevonden ook, Adrie? Nee. Ik heb op alle sites gekeken, ook buitenlandse sites. Ik ben ook wat op Amerikaanse sites geweest om even te kijken. En, het enige wat ik dan heb kunnen vinden is dat meer mensen zeg maar in de omgeving Arnhem en Edeveen ook die hebben ook oranje lichtbollen gezien, maar dat was meer in de avond. Ja. En dat is een beetje hetzelfde wat ik heb gezien zeg maar ook dat zwevende en dat het in één keer dooft. En dan denk je dus dat het weg is, maar als je met een verrekijker kijkt, dan is het dus nog niet weg. Dan zie je dus echt twee lampen. Mm-hmm. Ja, die maken dan hele vreemde bewegingen ook. Ja, eerst ging het heel langzaam en toen dacht ik nog van, het zou nog iets menselijks kunnen zijn, zeg maar, een vliegtuig of zoiets. Yeah. Of, ja, wel heel vreemd, maar het zou bijna niet kunnen. Maar op een gegeven moment ging het echt zo snel bewegen, zigzagbewegingen naar boven maken, dat het gewoon van de verrekijker wegschoot. Het ging zo ontzettend snel. Het schoot uit je beeld. Ja. En het schoot echt van links naar rechts, van boven naar beneden. Ja. Nou, dat ging zo snel. Toen schrok ik wel. Dat was ook eigenlijk het moment waarop je dacht van, nou, dit is niet meer normaal verklaarbaar. Ja, toen werd ik echt een beetje. Ja, toen had ik wel even zoiets van, Ja, wat doet dat met je op zo'n moment? Wat zegt u? Wat doet dat met je op zo'n moment? Je wordt een beetje bang van. Dan heb je zoiets van, ja, je hebt alles weggestreept. Wat zeg maar in het dagelijks leven zou kunnen zijn. En dan heb je eigenlijk niks meer om weg te strepen. En dan denk je, ja, dit moet toch iets zijn wat niemand weet. Dus, dan blijft het onverklaarbare blijft over. Ja, en dat het blijft toch aan je knagen. Je blijft toch. Hoe lang heeft die totale sighting ongeveer geduurd? Het heeft ongeveer zo'n 10 minuten geduurd ongeveer. Ja, 10 minuten, kwartier, zoiets. Oké, dat is behoorlijk lang nog. Dan heb je inderdaad goede tijd om even goed te kijken ook. Ja, precies. Ja. En vooral dat zweven, dat duurde wel even. Want ik had het ook niet zo direct dat ik echt dacht van, jongen, wat zou dat zijn? Want ik zag eerst die gele bol en
dacht eerst van, nou ja, dat is gewoon... Toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, dit is niet normaal. Ik moet even gaan kijken wat dit nou precies is. En, het houdt je nog steeds bezig? Ja, nog steeds, ja. Ja, ik heb ook elke ochtend dat ik toch naar het raam loop en toch ga kijken. Dus, ach, kijken of je het nog even terug kunt vinden. Ja, misschien dat het nog een keer voorkomt. Ja, je weet het. Heb je nog met mensen uit je omgeving hierover gesproken? Ja, ik heb een oom en die heeft dus... vorig jaar heeft hij een gele lichtbol gezien in de lucht. En dan heb ik dus even gevraagd van of het een beetje overeen kwam. Maar die had toch wel iets anders gezien, dus het kwam niet helemaal overeen. Ja, en voor de rest, ik heb mensen uit de flat, maar die hebben niks gezien. Nee, dus, dat is jammer. Adrie, dankjewel voor je verhaal. Een bijzonder verhaal. Ja. Oké, dat is prima. Dankjewel dat je het wilde vertellen. Geen dank hoor. Oké, dag. Oké, succes met de uitzending. Dankjewel. Dag. Ja, Erwin, weet je nog? Dat was de oude doos, hè? Ah, je hoort UFO Plaza voorbij komen. Denkt iedereen natuurlijk, waar hebben ze het over? Ja, ze zijn helemaal in de bonen, die Jan en Erwin. Nee. Ik zal het even uitleggen. We hebben nader op UFO-mailpunten ook mensen die een melding doen. En tot nu toe zijn we er niet. Is het nog niet gelukt om iemand te vinden die zijn verhaal of haar verhaal wil doen voor... De radio. Voor de radio, voor Showline Radio. En daar hebben we respect voor, maar we blijven dat proberen. En natuurlijk heb jij zelf iets waargenomen waarvan je helemaal... denkt, flabbergasted, achterbleef, neem gewoon contact met ons op. Dat kan altijd. En je kunt je verhaal altijd doen bij Showline. Nou. Ja, gewoon een mailtje sturen naar UvoMeldpunt en dan krijgen wij wel de gegevens. Yes. Heb jij nog interessante dingen, Erwin? Heb jij nog dingen op je agenda? Je gaat nu naar Curaçao toe, hè? Ja, ook dat nog, ja. Ik heb mijn allereerste UFO Baruba gezien, dus ik kom weer heel erg in de buurt daar. Je gaat terug naar huis, daar komt het... mijn UFO-huis. op neer. Nou, luisteraars, we lopen naar de klok van 10 uur. We hebben nog 2 minuten zo'n beetje. Ja, 2 minuten ongeveer. De muziek is van Mike Oldfield. En de muziek die u voorheen hoorde, die was van The Future World Orchestra. Ja, wij danken Timo. Ja, Timo moet even bedanken. Timo, bedankt, jongen. Timo, onze technicus, hij is er altijd. Altijd weer goed voor me, hè? Ja, hij heeft ook corona, maar hij is wel weer hersteld, dus dat is goed. En volgende week gaan we muziek van Terde draaien. Oh ja, volgende week muziek van Terde en dan... praten we met Terde over zijn boek... wat een paar dagen na volgende week donderdag verschijnt. En ik kan nu alvast verklappen dat het over UFO's gaat. Wat anders. Wat anders. Tot de volgende keer allemaal. Doeg.